De technische voorjaarsbeurs in Utrecht ontving bezoek van de burgemeester van West-Berlijn, Willy Brandt. In de Julianahal wilde de burgemeester liefst een verzorgde indruk maken, omdat zich daar de collectieve stand bevindt van de West-Berlijnse industrie. De heer Brandt, die de vrijheid ook van drukpers voorstaat, had zeer veel interesse voor de inzending van een fabriek van typografische machines. De moderne elektronenmicroscoop biedt oneindig veel mogelijkheden. De opperhuid van een kikvorst bijvoorbeeld ziet er zo uit. Dat West-Berlijn op deze beurs een geheel eigen inzending heeft, kan verklaard worden uit het feit dat Nederland het voornaamste Europese afzetgebied is van de West-Berlijnse industrie. In dat licht moet men tevens het bezoek van burgemeester Brandt zien, als mede de aanwezigheid van onze minister van Economische Zaken, professor Zijlstra. Behalve Berlijn en Duitsland zijn op de technische voorjaarsbeurs 20 landen met in totaal 1375 firma's vertegenwoordigd.